Op 28 juni organiseert Nalta voor zijn beste klanten een klantevenement in het Nationaal Militair Museum. En daar als speciale gast hebben ze de oud-commandant der strijdkrachten, Peter van Oem, die een verhaal gaat vertellen over de belang van informatie in zijn organisatie. Peter, wat ga je daar uh, delen met ons? Nou, dat vroeg ik me in eerste instantie ook af. Maar toen ik uh, Mike Veldhuis uh, van Nalta sprak en hoorde waar hij mee bezig was, toen, uh, ja, u ziet hem, de, waar hij mee bezig was, toen dacht ik van: Nou ja, hier kan ik wel wat toegevoegde waarde leveren. Want uiteindelijk zijn we met dezelfde uitdagingen en met dezelfde uh, zaken bezig. En ik zou heel graag aan de mensen duidelijk willen maken hoe belangrijk informatie is. Maar ook hoe belangrijk het is om, om hoe je moet omgaan met je data. Om daar informatie van te maken, om uiteindelijk de goede besluiten te nemen. Ja, data en informatie, dat is heel verschillend. Hè? Ja, wat mij betreft wel. Uh, je kunt een heleboel uh, ruwe data in een pot stoppen, maar als je daar niets mee doet, dan heb je er niet zoveel aan. Dus je moet als organisatie, moet je zorgen dat je het goed kunt analyseren, dat je het goed bereikbaar hebt voor je mensen. En je daar dus ook lessen uit kunt trekken uh, voordat je het echt als basis voor je besluiten gaat nemen. Ja. Uh, maar dat hele proces moet snel kunnen en ook nog veilig. Ja. Nou komt bijna alle innovatie op het gebied van communicatie een beetje uit de militaire wereld. Is dat nou zo'n moderne organisatie? Hè? Van eigenlijk van de duiven tot het internet komt allemaal uit de Defensie. Is dat nou zo'n moderne organisatie die daar, uh, dat in de DNA heeft om te innoveren? Ja, uh, wij, wij moeten wel. Um, uiteindelijk gaat het over mensenlevens, het gaat over leven of dood. En je moet slimmer zijn dan die anderen. Dus je bent voortdurend bezig om jezelf te verbeteren. Betekent dat dan ook, als je professional bent en altijd bezig bent om je te verbeteren, dat je als generaal heel erg bezig bent met ICT en daar ook heel goed in bent? Mijn stelregel is dat je uiteindelijk als baas moet begrijpen welke besluiten je neemt. En als jouw ICT-experts het jou niet kunnen uitleggen, niet kunnen laten begrijpen, dan zou ik zeggen: stuur die ICT-experts weer terug hun bos en dan laat ze terugkomen met een beter verhaal. En hoe is die beveiliging? Want jullie werken ook. Enerzijds werk je met steeds grotere groepen. Hè. In de NATO werk je met allerlei verschillende militaire organisaties. En ook allerlei uh, zeg maar bevriende landen. En aan de andere kant moet je alles ook steeds meer geheim houden. Hoe uh, ga je om met die spagaat? Nou, daar hebben we onder elkaar duidelijke afspraken over. Van wat kan wel en wat kan niet. Maar uiteindelijk komt het erom neer dat het belangrijkste is. Dat je elkaar weet te vinden. Uh, zowel fysiek en technisch. Maar misschien nog belangrijker. Hoe je elkaar weet te vinden als mens en als collega. Vind je nou dat leidinggevenden iets moeten weten van ICT? Ja, hoe durf je de vraag te stellen? Oh, neem me niet kwalijk. Ik vraag hem toch. Ja, ja natuurlijk. Um, je moet begrijpen wat er in je organisatie aan de gang is. Je moet begrijpen wat er in jouw omgeving aan de gang is en uh, welke ontwikkelingen er allemaal spelen. Wil jij effectief en efficiënt zijn in je eigen organisatie? En als leidinggevende neem jij de besluiten. En ben jij ook verantwoordelijk? En dan kun je dus niet alles overlaten aan je ICT-specialisten. Ja. Mike, waarom heb je eigenlijk uh, Peter uitgenodigd voor dit evenement van jou? Nou, een zeer inspirerende spreker. Ik heb de TEDx gezien. Ja, Dat is briljant. Uh, we doen het in het Nationaal Militair Museum. Nou, Dat is een, een plek rondom Defensie, dus om Peter uit te nodigen, dat is ja, dus 1 en 1 is 3. Het onderwerp vinden, dat lag voor de hand. Uh, protecting the data lifecycle, dat is iets wat speelt. Dat speelt bij, bij ons, maar ook bij heel veel van onze klanten. Um, en dat knopen aan deze plek rondom Defensie en het beschermen, ja, um, helder voor ons. Een hele bijzondere spreker, heel veel trouwens bijzondere sprekers, in een ongelooflijk bijzondere omgeving, gerelateerd aan een geweldig onderwerp.